Stel je voor dat alle bedrijven niet alleen een financiële focus zouden hebben op winst, maar ook op additionele winst, een positieve footprint. En stel je voor dat alle investeerders genoegen zouden nemen met ietsje minder rendement en tegelijkertijd iets goeds zouden kunnen doen. En stel je voor als we meer evenwicht zouden brengen in goed doen en geld verdienen. We weten allemaal dat we in een wereld leven en ook in Nederland met veel sociaal-maatschappelijke problemen. En ik neem jullie vanavond mee in mijn wereld van impact investeren, waar goed doen en geld verdienen samengaan. De markt is zo ingericht dat we vooral winst nastreven. Of we geven het geld weg. Daartussen zit nog weinig. De overheid is vooral ingericht om belastinggeld in te zetten voor reeds bestaande problematieken. Maar investeert niet tot nauwelijks in het voorkomen van die problemen. En ik heb dat van dichtbij gezien in mijn jeugd. Ik ben opgegroeid met 450 criminelen in de achtertuin. Mijn vader was directeur van de Hoenderloogroep. En ik heb daar al gezien, 30 jaar geleden, dat hij moest vechten voor geld in Den Haag. Er werd toen al bezuinigd. Ik heb daar gezien dat de overheid is ingericht in silo's. Niet altijd even goed samenwerken. Met gebrek aan regie. En ik werd daar eigenlijk zo verdrietig van dat ik dacht, ik ga nooit iets doen in het maatschappelijk domein. Ik ben gaan werken in de commerciële wereld, als ondernemer. En ik ben gaan werken voor private equity. Ik heb veel fusies en reorganisaties begeleid. En wat ik daar zag, was veel waste. Waste van menselijk kapitaal. Maar wat ik ook zag, was het eenzijdig inzetten van geld. Bij bedrijven vooral gericht op shareholders value. Weet u dat slechts 9% van alle winsten terugvloeien naar de maatschappij? 9%. En ik kwam voor mezelf in dat bedrijfsleven toch steeds meer in een spagaat. Op zoek naar een betere balans tussen bezieling en zakelijkheid. En toen, rond mijn 40ste, kreeg ik wat live events. Mijn man verloor zijn bedrijf, we verloren ons huis. We kregen ons tweede kind. Mijn moeder overleed en mijn vader kreeg een hersenbloeding en kan sindsdien niet meer praten. En daar zit je dan, alleen met twee jonge kinderen, op zoek naar een nieuwe balans. En met al die 450 kinderen uit mijn jeugd in mijn achterhoofd, wist ik wil een goede moeder zijn die goed in balans is, maar die ook iets teruggeeft aan de maatschappij. Want hoezo accepteren we dat de voedselbanken steeds groter worden? En hoezo accepteren we dat mensen met problematische schulden soms door die eigen overheid nog verder in de schulden komen en jaren geen perspectief hebben? En hoezo accepteren we dat statushouders niet of nauwelijks aan een baan komen? Ik was op zoek naar een nieuw financieel model. Want ik weet dat de overheid het niet alleen kan. En het bedrijfsleven kan het ook niet. Maar wij burgers moeten ook bijdragen aan die transitie als onderdeel van die community. En het nieuwe financiële economische model verbindt publiek en privaat. En deelt de risico's. En we investeren ook samen. En dat is totaal niet politiek gedreven, want ik denk of jij nu Marxist bent of liberaal. We zijn toch allemaal op zoek naar een wereld die beter in balans is? Ik ben Social Impact Bonds gaan ontwikkelen. Publiek-private fondsen. En wat is een Social Impact Bond? Een Social Impact Bond is een innovatief financieel instrument. Waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke problemen op te lossen. De overheid is de probleemeigenaar. Het private geld wordt geïnvesteerd in sociaal ondernemers, die vervolgens een maatschappelijk probleem oplossen. Allemaal gezamenlijk in een fonds. En in een Social Impact Bond definiëren we vooraf het resultaat. En dat is heel belangrijk,
Want we moeten weten waar we naartoe werken. Want als we resultaat behalen, dan realiseren we een besparing voor de overheid. Voor onze BV Nederland. En op basis van die besparing kunnen wij de investeerders terugbetalen. Plus rendement. Daar wordt de overheid altijd een beetje nerveus van, want goed doen en geld verdienen is heel ingewikkeld. Dat gaat allemaal niet zo goed samen. Maar ik vind het belangrijk. En waarom vind ik dat belangrijk? Omdat we schaal nodig hebben. Want wisten jullie dat we 30 biljoen nodig hebben in de wereld om alle maatschappelijke problemen aan te pakken? En het belastinggeld is gewoonweg onvoldoende. En het geefgeld ook. Dus we moeten op zoek naar een model wat daartussenin zit. Onze eerste sociale impactbond was in Rotterdam. Een gemeente met lef. Wat hebben we daar gedaan? We hebben daar een multidisciplinair programma ontwikkeld. Dus niet alleen gericht op toeleiding tot die arbeidsmarkt. We zeggen wel eens in reïntegratietermen, wonen, werken, wijf. Nou, we werken wijf en man, maar geen aandacht aan besteed. Maar we hebben wel gekeken naar wat er meer nodig is. Schuldenproblematiek, woningproblematiek, taal, achterstanden. Een multidisciplinair programma onder één regie. En daar zit meteen het eerste succes van een Social Impact Bond. Alles onder één regie. Het tweede succes van de Social Impact Bond is dat wij sociaal ondernemers voor langer termijn voorzien van werkkapitaal. Ze hoeven zich dus niet bezig te houden met iedere keer weer op zoek naar nieuw geld, nieuwe subsidies. Ze kunnen zich focussen op de impact, ze kunnen zich focussen op het resultaat. En het derde is, het zakelijke aspect, dat we het wel een beetje zakelijk aansturen. Het krijgen van werkkapitaal is niet een loterij zonder nieten. Je moet dat kapitaal wel inzetten zoals we van tevoren met elkaar hebben opgeschreven in de business case. En we monitoren het resultaat. En waar nodig sturen we bij, passen we aan. Het is een hybride model. Een ander voorbeeld. Een Social Impact Bond voor statushouders. Waarom? Omdat ik niet kan accepteren dat er zoveel statushouders zo lang in Nederland zonder baan zitten en bijstandsafhankelijk zijn. We hebben een ambitieuze doelstelling gezet. Wij wilden binnen 1,5 jaar 70% van alle deelnemers hun inburgeringsexamen laten behalen. En dat is gelukt. En wij wilden meer dan 50% uit de bijstand, waarvan 35% binnen 1,5 jaar volledig bijstandsonafhankelijk moest zijn, voor de duur van 24 maanden, 2 jaar ineengesloten. En dat is belangrijk, want in Social Impact Bond beweeg je naar duurzaam resultaat, niet korte termijn. En ook daar zat weer het succes in een multidisciplinair programma onder één regie. Met taal onder één dak, sociale vraagstukken, richting werk, culturele vraagstukken, woningvraagstukken. We zijn daar heel succesvol geweest. En die beide voorbeelden laten zien dat publiek en privaat kunnen samenwerken. En dat we doelmatiger met belastinggeld kunnen omgaan. En het laatste wat ik nog aan jullie wil meegeven is dat we nu bezig zijn met een provinciaal fonds. Het eerste publiek-private provinciale fonds in Nederland. En daar gaan we niet alleen werkkapitaal verstrekken, maar daar gaan we ook leningen uitgeven. Leningen aan die sociaal ondernemers die bijdragen in die transitie. En die al hebben laten zien op kleine schaal dat ze succesvol zijn. Maar ze hebben schaal nodig. Ze hebben investeringsgeld nodig. En daarvoor kunnen ze nog niet naar de banken, nog niet naar private equity, maar ook niet naar partijen als InvestNL, want daar zitten voornamelijk klassieke bankers. En het past nog niet in het mandaat. Het is nog, het businessmodel is nog wat te spannend. En dan denk ik, het businessmodel is nog wat te spannend, ja. Conform de oude wereld, ja. Maar dit zijn bedrijven die bijdragen in die transitie. En die transitie die heeft nou even tijd nodig om zich te bewijzen. Dus we hebben slow capital nodig. En dan denk ik, deze bedrijven, één ding weet je zeker, dat ze wel bijdragen aan die positieve footprint. Ik vind het sowieso altijd
We hadden hele discussies met investeerders die dan zeggen, ja, het past niet in ons mandaat. En dan denk ik, jullie investeren wel miljarden met elkaar in biotech, in clinical trials, waar uiteindelijk maar 4% van succesvol is. En dan durven we niet een beetje meer lef te hebben om te investeren in bedrijven die bijdragen aan die transitie. We moeten het met elkaar doen. En stel je nou eens voor dat we 5% van al het geld in de wereld zouden inzetten voor impact investeren. Er zitten hier ongetwijfeld mensen met investeringskracht in de zaal. Of mensen die investeerders kunnen bewegen. Ik daag jou uit. Er zitten hier ongetwijfeld ondernemers in de zaal. En ik zou je willen vragen, kijk nog eens een keer goed naar je footprint. En waar het kan, in mens en maatschappij investeren. En iedereen die hier zit, die voor een publiek of een privaat bedrijf werkt, ben het voorbeeld van die inspiratie en van het omdenken en doe mee. En aan alle ouders, inspireer je kinderen en geef hun ook mee dat het leven meer is dan alleen maar consumeren. Impact is een noodzaak en niet langer een luxe. Dank u wel.